Van harte welkom allemaal. Ik zie dat er al 48 mensen aanwezig zijn en ik zie ook al chats verschijnen. Dus ik ben goed te horen en goed te zien. Dus dat is heel erg fijn. Hallo Dolinda, Jolien, Sabine. Kijk, dat is ook wel weer leuk van een mooie kans van dit webinar. En vanwege het coronavirus wordt wordt deze workshop live gegeven of online gegeven in plaats van live. En dan is het ook wel weer heel erg leuk dat iedereen van alle kanten komt. Uit IJsselstein. Oh, Gerkina, leuk dat je er bent. Ron, Jurgen, Ronald. Ja, vanuit Den Haag. Junita, vanuit Hilversum. Kim, dat gaat zelfs zo snel dat ik het niet eens allemaal kan lezen zo snel. Karel, Marielle, nou hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Marielle, ik laat nog even mensen binnenkomen. Mijn naam is Sabine Hess en dit webinar gaat over hoe de wet van aantrekkingskracht jou helpt om een andere baan te vinden. Angelique, leuk dat je er ook bent. Anita, leuk. Misschien is het leuk, iedereen komt nu ongeveer binnen. Er hebben ongeveer 100 mensen zich aangemeld. En ik zie dat er al heel veel mensen binnenkomen. Dus van harte welkom. En ik vind het leuk als je, terwijl we nog even wachten tot iedereen binnenkomt, in de chat wil zetten. Naar wat voor baan ben jij op zoek? Wat is jouw droombaan? En je mag ook delen als je het nog niet weet. Want daar gaan we in dit webinar het ook over hebben, wat als je juist niet weet wat je wilt en niet weet welke baan bij je past. Leuk, Anja, Wieke, oh leuk, ja, je bent ook regelmatig bij. Nou, hartstikke leuk. Ik zet ondertussen even de PowerPoint uit, ik zet hem straks al aan, dan ben ik helemaal in beeld. Nou, ik zou het leuk vinden als je even laat weten, terwijl we nog even een minuutje wachten ongeveer, totdat iedereen binnen is. Naar wat voor soort baan ben jij op zoek? Wat is jouw droombaan? De eerste komt al binnen. Jurgen zegt marketingcommunicatie in de culturele sector. Leuk. En Sabine, hey, naamgenootje, jouw droombaan is ondernemers adviseren, helpen, inspireren. Dolinda, ik weet het nog niet. Nou, ik hoop dat je vandaag tips en tools krijgt om daar richting aan te krijgen. Rolinda, educatie met kinderen en mensen met beperking. Ja, leuk. HR-medewerker zie je Karin. Bert, mensen interviewen met een podcast bijvoorbeeld. Ja, leuk, is natuurlijk ook helemaal in. Margriet, op het kruisvlak van huisvesting en organisaties. Carlo, wat jammer. Carlo is mede-organisator van dit event. En zijn computer hapert. Nou, ik hoop, het beste is als je geen goede verbinding hebt, dat je even hem opnieuw opstart. Even de link opnieuw aanklikt en dan hoop ik dat het goed komt. Nou, René weet het ook nog niet precies. Sigrid zegt e-learning. Germaine zegt ook, ik weet het nog niet precies. Iets in de hulpverlening. Caroline, hoogsensitieve jongeren begeleiden. Leuk, ben zelf ook hoogsensitief. Nou, leuk. We gaan gewoon lekker van start. Van harte welkom nogmaals bij dit online webinar. Hoe de wet van aantrekkingskracht jou helpt om een baan te vinden. En ik zal ondertussen ook even weer mijn PowerPoint starten. Die zal ik af en toe aan en uit zetten, zodat ik niet al door met de PowerPoint bezig ben. En ik ga ook even mij naar beneden zetten. Even kijken hoor, hoe ik dat doe, want het is een nieuw programma. En even ietsje kleiner. Zo. Want Carlo Enzing, die is mede-organisator van dit event. Dit event is georganiseerd in samenwerking met JobOn. JobOn was vroeger de broekriem. En JobOn is een landelijke community voor werkzoekenden. Of je nu een baan hebt of niet. En JobOn organiseert eigenlijk door de eventmanagers, waar Carlo er een van is, allemaal leuke workshops en trainingen voor mensen die een baan zoeken. En dat is helemaal op vrijwillige basis. De eventmanagers zijn zelf werkzoekenden. Carlo Enzing die is beschikbaar als boekhouder, financieel adviseur. En dan kun je, als je werk zoekt, kun je bij JobOn aanmelden als eventmanager. En dan heb je contact met
mensen zoals ik, trainers, die workshops geven. Je leert er natuurlijk zelf ook heel veel van, omdat je bij die workshops aanwezig bent en je breidt je netwerk heel erg uit. Dus ik doe dit ook op vrijwillige basis, want ik vind het ontzettend leuk om, om mijn kennis zo, met zoveel mogelijk mensen te delen. En ik vind dit een heel mooi platform waarbij mijn kennis en ervaring heel goed van pas komt. En zo kan ik ook echt ook weer iets extra's voor jullie betekenen. En nu is het natuurlijk helemaal mooi. Er zijn bijna 100 mensen die zich hebben aangemeld. Dus van harte welkom allemaal. En ik hoop dat jullie echt leuke tips en tools krijgen om, de wet van aantrekkingskracht optimaal te benutten bij het vinden van een nieuwe baan. Nou, ik stel mezelf even voor. Ik zal even de chat nog even aanzetten. Ondertussen zie ik heel veel mensen reageren. Daar kijk ik ook nog even naar. Jolien van S, die wil graag voor zichzelf beginnen. En Christel zegt, ik zou graag iets voor mensen willen doen, sociaal juridisch. En Marie-Jeanne, mensen helpen om te leren om te gaan met eenzaamheid. Ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zal mezelf eerst even kort voorstellen. En ik verwacht dat dit webinar tot ongeveer 12:30 duurt. Misschien dat het ietsje uitloopt. Als het nodig is, dan doen we een korte pauze tussendoor. Maar het liefst wil ik graag in één keer doorgaan. Nou, wie ben ik? Nou, mijn naam is Sabine Hess. En ik ben 15 jaar geleden mijn eigen bedrijf gestart. En dat kwam naar aanleiding van een burn-out. En hoe is die burn-out gekomen? Ik leg dat het liefst uit aan de hand van een metafoor. Als je geboren wordt, dan in mijn geval ben je van nature rechtshandig. Nou, dan ga je als kleuter en peuter ga je wat experimenteren met links en met rechts. En op een gegeven moment dan ontdek jij dat je met rechts beter kan schrijven dan met links. Omdat dat van nature bij je past. En dan kun je in je leven op een gegeven moment besluiten, ik ga met links schrijven. En als je dan maar goed je best doet, hard werkt, doorzet, niet opgeeft, niet klaagt, nog een keer goed je best doet, dan kun je op een gegeven moment misschien wel net zo goed met links schrijven als met rechts. Maar toch zal met rechts altijd gemakkelijker gaan, omdat het van nature bij je past. En dat is een hele mooie metafoor voor mijn leven, want ik heb heel erg mijn best gedaan om met links te schrijven. Ik ben hoogsensitief, meerbegaafd, beelddenker. En dat was vroeger natuurlijk allemaal niet bekend. Ik ben er pas tijdens mijn burn-out, en toen was ik al 32, achtergekomen dat ik dat allemaal had. Maar als kind voelde ik mij dus raar. Ik voelde mij vreemd. En als kind denk je niet, ik ben bijzonder en ik ben speciaal. Wat ik in ieder geval dacht is, ik ben raar. En hoe moet ik mij aanpassen aan de wereld om mij heen? En dat heb ik gedaan. Wat mijn kwaliteit daardoor, wat ik daardoor heb ontwikkeld onder andere, is ook die sensitiviteit. Het invoelen van andere mensen. Wat verwachten ze? Wat vinden ze belangrijk? En wat willen ze? En daar heb ik nu natuurlijk in mijn werk als trainer, coach, heel veel voordeel bij. Dus daar heb ik eigenlijk van kinds af aan al getraind en geoefend. Alleen keerde het tegen mij. Het kostte mij heel veel energie, omdat ik mij ging aanpassen aan de verwachtingen van anderen. En waar bleef ik? Nou, dat heeft dus uiteindelijk geleid op mijn 32e tot een fikse burn-out. Ik heb er 3 jaar over gedaan om daar weer uit te komen. Maar het was voor mij wel een hele belangrijke wake-up call. Ik ben toen in aanraking gekomen met NLP, neurolinguistisch programmeren. Dat is nog steeds een belangrijk fundament in mijn training en in mijn coaching. Maar ik ben ook al heel snel andere dingen gaan doen. Vooral meditatie, mindfulness, spiritualiteit. En zelf vind ik dat een hele mooie combinatie om weer te vertrouwen op je hart, op je intuïtie. Je af te stemmen op je bron en op alles wat is. En NLP geeft je dan de praktische tools om dat verder uit te werken. En dat is ook waar ik heel erg in geloof. Want na mijn burn-out heb ik mijn kwaliteiten ontdekt. En mijn kwaliteiten liggen
in het trainen, in het coachen. Mijn hoogsensitiviteit, wat eerst een nadeel was, werd, hè, dat is nu mijn kracht geworden. En ik, alles wat ik leer, geef ik door. Hè. Er staat ook een hele stapel boeken bij Wie ben ik? Het is lifelong learning. Ik blijf bezig, ik blijf ontwikkelen. In die zin ben je nooit klaar. En nou, het is mijn missie, mijn passie om alles wat ik leer door te geven. En mensen te helpen om hun blokkades op te lossen. Te vertrouwen op hun intuïtie, te vertrouwen op hun hart. En hun volle potentieel leven en dat delen met de wereld. Dat is echt waar ik voor sta en wat ik ook ontzettend leuk vind om te doen. En daar komen we in dit webinar ook nog wel verder op terug. Iedereen heeft kwaliteiten, ook jij. Iedereen is waardevol. Iedereen is de moeite waard. En iedereen verdient een plek in dit leven. En als jij helemaal afgestemd bent op je bron, op je hogere zelf, op je hart, op wie jij werkelijk bent. En je deelt jouw kwaliteit en dan maak jij op jouw manier echt de wereld mooier. En dan is er ook plaats voor iedereen. Nou, inmiddels dus 15 jaar trainer, coach in eigen bedrijf in Zuid-Laren. Ik heb een hele mooie locatie vlakbij het bos. Ik heb leuke vrienden en vriendinnen en ja, een leuke partner. Twee prachtige kinderen, Melodie en Elise. Ze zijn 13 en 11 en ja, daar geniet ik ook elke dag nog steeds van. En ik heb al mijn kennis ook gedeeld in een boek. Ik zal hem hier ook even laten zien, even in het klein. Anders denken, anders voelen, anders doen. En ja, heel veel kennis die ik heb, heb ik opgeschreven. En ik werk met mijn eigen Kiba-methode. Dat zijn de Kiba Stepping Stones. En ik zal hier ook even laten zien. Ik ga even mezelf op een andere plek zetten, zo. En ik maak mezelf ook even wat groter. Even kijken, wel even naar de slides. Oh nee, even naar de chats. Zo. Ja. Ik werk inmiddels, hè, dus met mijn boek Anders Denken, Anders Voelen, Anders Doen. En ik werk met de 5 Kiba Stepping Stones. En die staan voor kracht. Hè. Ik geloof heel erg dat als jij in je kracht staat en jouw kwaliteiten leeft, ja, dan zit je in een flow en dan gaat het moeiteloos en dan maak je optimaal gebruik van de wet van aantrekkingskracht. Daarvoor is het nodig om je af te stemmen op je intuïtie, de 2e Kiba Stepping Stone. Want dat is echt jouw kompas, jouw richtingaanwijzer in het leven. Verder de B van bewust, bewust leven, bewust zijn, bewust communiceren. De A van angsten onder ogen zien. Want als jij weet wat je wilt, dan is het ook heel erg belangrijk om te doen wat je wilt. De A van actie. En daartussen zit dan vaak je blokkades, je angsten, je zorgen en je twijfels. En daar gaan we in dit webinar ook dieper op in. Nou, mijn coachcirkels gaan dan vooral over wie ben ik en wat wil ik, waar wil ik heen, wie wil ik zijn. En de wet van aantrekkingskracht is een van de tools. En ik heb ook een hele leuke kaartenset gemaakt. En de kaartenset bestaat uit een hele mooie doos. Een boekje. Een boekje waar ja, alle kaarten in uitgelegd zijn. En 56 hele mooie kaarten. Ik zal even ook de slide presentation even stoppen. Want dan kan ik even wat... ben ik even wat beter in beeld. Een hele mooie kaartenset. Ik schrijf al jaren elke week een Kiba-moment. Die stuur ik al mijn lezers toe. En vorig jaar is mijn Kiba-kaartenset verschenen met de 56 best gelezen kaarten. Of Kiba-momenten. En ik vind het heel erg leuk om voorafgaand aan dit webinar een kaart te trekken voor ons allemaal. En te kijken, want ja... Kaarten maken ook gebruik van de wet van aantrekkingskracht. Die maken gebruik van synchroniciteit, zoals Jung dat noemde. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als de wet van aantrekkingskracht. Synchroniciteit, het collectief onbewuste. En dat zijn allemaal termen die daarmee te maken hebben. Dus ik ga voor de start van deze sessie ga ik een kaart trekken. Zo, en dat is deze. Wat heel bijzonder aan mijn kaartenset is dat
Nou, de voorkant bevat een mooie foto. Dat is niet per se bijzonder, maar wel mooi en inspirerend. En op de achterkant staat een spreuk. Nou, een spreuk is van zichzelf ook natuurlijk niet heel speciaal of uniek, want er zijn heel veel spreuken. Maar wat mijn kaartenset uniek maakt, is de vraag. Ik geloof heel erg in het stellen van vragen, omdat vragen die zetten de poort naar je intuïtie wijd open. Dan gaat de creativiteit stromen. Als je een mening hebt of een overtuiging, en dan gaan we dit webinar ook mee aan de slag, dan zet je dat vast. En een vraag maakt je open. Een vraag creëert mogelijkheden. Een vraag stimuleert ook je creativiteit en je inspiratie. En dat maakt het heel erg leuk om met deze kaarten te werken. Nou, wat staat er op deze kaart? Nou, dus, ja, kaarten die zijn, komen altijd precies op het juiste moment met de juiste boodschap. Want de kaart is de juiste keuzes maken, doe je met je hart. Nou, dat is natuurlijk wel ontzettend leuk aan het begin van dit webinar. Want dat is eigenlijk wat ik net ook zei. Als jij je afstemt op je hart en keuzes maakt vanuit je hart, dan gaat je leven moeiteloos en maak je optimaal gebruik van de wet van aantrekkingskracht. Dus daar gaat dit hele webinar over. En ik geef jullie ook een oefening hoe je je kunt afstemmen op je hart. En de vraag die erbij staat is: als jij je hart nu zou volgen, wat zou je dan kiezen? En stel die vraag maar aan jezelf. Als jij je hart nu zou volgen, wat zou je dan kiezen? En misschien is het leuk om dat in ieder geval voor jezelf op te schrijven. En als je het leuk vindt, mag je het ook in de chat doen. Er zijn veel deelnemers. Ik zie heel veel chats ook voorbij komen. En ik kan niet alles tegelijk in de gaten houden. Dus af en toe zal ik vragen, nou, zet wat in de chat of stel je vragen. Want dan kan ik er ook echt even op letten. En ik zie nu, ik kijk ondertussen even, dan kunnen jullie even opschrijven, even voelen. Als ik mijn hart zou volgen, wat zou ik dan nu doen? En ik zie Marike, leuk, ja, je hebt mijn boek gelezen en aan vriendinnen doorgegeven. Annemarie, herkenbaar de burn-out. Ja, Karen, herkenbaar met de andere hand moeten schrijven, ja. Oh, dankjewel, ja, Maud zegt wat mooi, ja, openheid. Graag gedaan. René, mooie metafoor. Met de andere hand proberen te schrijven, herkennen. Ja, ik weet dat heel veel mensen dat herkennen. Oké. Ik vind het juist heel erg lastig om die vraag te beantwoorden. Ja, snap ik, Jante. En geen ideeën komen bij mij naar boven. Ik ga even want ik heb wel een mooie oefening daarvoor. Die wou ik eigenlijk wat verder in het doen. Want er zijn mensen die het wel weten. Jante, ik doe een oefening strakjes. Marijane zegt verhuizen naar Egypte en daar met Nederlanders die daar wonen en expats werken. Ja, mooi. Als coach voor zingeving en transformatie. Marike, mijn hypnopraktijk openen. Als ik mijn eigen hart zou volgen, dan wil ik een eigen koffietentje openen. Leuk, Jolien. Simone, durf ik niet zo goed. Dan staat mijn wereld op zijn kop. Ja, daar gaan we ook in dit webinar mee bezig. Want dat is wat heel vaak gebeurt. Je afstemmen op je hart en ontdekken wat je echt wilt. Nou, dat is vaak nog niet het moeilijkste proces. Als je goed afstemt, heel diep in je hart, weet je het vaak wel. Het probleem zit hem inderdaad vaak in het doen wat je wilt. Omdat je dan je blokkades, je twijfels, je zorgen en je angsten tegenkomt. En dat staat wel centraal in dit webinar. Even zien. Maud, mooi. Ik zou meer trainingen willen ontwikkelen. Startende ondernemers willen ondersteunen. Leuk. Marit, voluit leven. Ja. Wat zou dat zijn? Ja, nou, ik hoop dat je in dit webinar daar tools voor krijgt. Aleida, wat leuk, Marianne. Ja, leuk. Ja, leuk. Maak daar ook gebruik van. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk van zo'n platform als webinars geven, dat je elkaar ook kunt steunen en kunt helpen.
Anja, ik vind het ook super lastig. Ja, snap ik. Ja, Bert zegt mijn biezen pakken, een busje kopen. Rolinda zegt een baan, combi met visagie, fotografie, coaching met kinderen, leuk. Nou, hartstikke leuke dingen allemaal. We gaan in dit webinar bezig met de wet van aantrekkingskrachten, hoe jij die optimaal kunt benutten. En dan wil ik zoveel mogelijk focussen op gedachten en gevoelens. Ik ga nog even mijn presentatie nog weer starten. Dan zal ik dat nog even laten zien. Dit is de cirkel, de coachcirkel, de wet van aantrekkingskracht. En wat is de wet van aantrekkingskracht? De wet van aantrekkingskracht is de wet van trilling, de wet van resonantie. En daar zal ik straks nog meer over gaan vertellen. En de wet van aantrekkingskracht heeft vijf belangrijke elementen die ook echt alle vijf nodig zijn om de wet van aantrekkingskracht optimaal te benutten. In de meeste boeken, nou, op internet, in video's wordt vaak gesproken over gedachtekracht. En gedachtekracht is een heel belangrijk onderdeel in de wet van aantrekkingskracht. Daar ga ik straks ook op verder in. Maar wat nog veel belangrijker is, dat zijn je gevoelens. Ga ik straks uitleggen waarom dat zo is. En je wens, je doel moet binnen je eigen invloed zijn. Het is ook heel erg belangrijk om te doen. En het is heel belangrijk om te ontvangen. Deze vijf stappen, die heb je echt allemaal nodig. Ik zoom dit webinar vooral in op gevoelens en gedachten. En eigen invloed doen en ontvangen, dat zal ik even kort aanstippen. Maar we beginnen met gedachten en gevoelens. Want de wet van aantrekkingskracht, die bestaat uit de wet van trilling. Het is een wetenschappelijke wet, een natuurkundige wet, dat alles in het universum trilt en er is een wet van resonantie dat alles wat gelijksoortig trilt naar elkaar toetrekt. En dat is net zo'n wet als de zwaartekracht. Dus het gaat er niet eens zozeer om of je het wel of niet gelooft. Het gaat erom, ja, het is er. En het gaat er dan om, hoe ga ik daar optimaal gebruik van maken? En alles in het universum is trilling. Daar zijn ook de wetenschappers het inmiddels over eens. Hè. We zitten op een stoel, of je zit misschien op je bed, of op de bank, of je luistert in de auto naar dit webinar. En alles wat je, hè, waar je op zit, dat lijkt vaste materie. Maar op het moment dat jij er een microscoop op zou zetten, dan zie je allemaal protonen, elektronen, alles door de lucht vliegen. Het zijn allemaal, ja, elementjes die door de lucht vliegen. En gelijksoortige trillingen, die trekken elkaar aan. Dat zie je bijvoorbeeld ook als je een stemvork hebt. Dan als je één aanzet en je hebt drie, dan gaan de andere drie mee resoneren. Of als je een hele harde, hoge C zingt, dan kan een glas knappen. Dus dat is allemaal trillingen die elkaar aantrekken. Zo werkt ook een radiostation. Zo werkt eigenlijk ook dit webinar. Ik zit hier in mijn kantoortje een webinar te geven en jullie ontvangen dat zomaar thuis. Nou, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Ik snap het niet zo goed. Het werkt, maar ik snap het niet zo goed. Ook een radio, hè. Je hebt een zendstation en een ontvangststation. En als die op dezelfde frequentie staan, frequentie is een ander woord voor trilling, dan krijg je geluid. Vroeger vroeg ik wel eens aan mijn vader: hoe kan dat nou? Dat de televisie het beeld nooit op de kop is. Of dat als je belt, dat de woorden nooit door elkaar gaan. Nou ja, dat vond ik heel fascinerend. En nou, een natuurkundige. Die kan het je dat veel beter uitleggen. Dus ik snap het nog steeds niet, maar het werkt wel. En Akker doet een mooie aanvulling. Met klankschalen werkt dat net zo. Ja, dus klankschalen die resoneren met elkaar. Maar je hebt ook klankschaal healing. En dan heb je frequenties die overeenstemmen met je chakra's. Want elk chakra heeft ook een frequentie. En door dan op een frequentie een klank te maken, dan kun je jouw chakra harmoniseren en balanceren. Op YouTube zijn ook heel veel
van dit soort meditaties te luisteren die met frequenties werken. Heel interessant. Dus dat is de wet van aantrekkingskracht. Dus alles bestaat uit trilling en gelijksoortige trillingen die trekken elkaar aan. En dat geldt ook voor jou. Jij bent een groot trillingsveld. Hè? Het lijkt wel materie, maar ook jij bent een trillingsveld. En ook jouw gedachtes en gevoelens zijn trillingen. Het zijn, hè, mijn stem is trilling, echt alles is trilling. Dus alles wat je denkt en alles wat je voelt, dat zend jij uit. Dat maakt onderdeel uit van jouw trillingsveld. En dat zorgt ervoor dat gelijksoortige gedachten en gevoelens naar jou toegetrokken worden. Hè, bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeldje. Als jij thuis komt en je partner, jij bent heel vrolijk en je partner is heel chagrijnig. Nou, wat gebeurt? Het zijn twee verschillende trillingsvelden. Het kan zijn dat door jouw vrolijkheid je partner daardoor aangestoken voelt en ook vrolijk wordt. Het kan ook zijn dat nou, hij zo chagrijnig is en misschien ben je ook wel een beetje moe. Dat jij wordt beïnvloed door zijn trillingsveld en dan word je ook chagrijnig. Dus dat kan. Hè. Je hebt ook de wet van Murphy. Hè, die zegt als er één ding, hè, als één ding fout gaat, gaan er meer dingen fout. Maar andersom werkt het ook. Als één ding goed gaat, gaan er meer dingen goed. Dus dat is ja, de kern van de wet van aantrekkingskracht. Zijn er tot zover vragen? Dan zal ik ondertussen even wachten of er tot zover vragen zijn. Het webinar heeft een klein beetje vertraging. Even kijken hoor, ik ga ondertussen de chat wel even voorlezen. Marika zegt, vooral in deze tijd zijn emoties wat heftiger, omdat je 24 uur bij elkaar bent. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, duidelijk allemaal. Ja, en dat is natuurlijk ook met het coronavirus. Het is zo ontzettend belangrijk om niet in de angst te gaan zitten. Want dan trek je alleen maar meer angst aan. En angst verzwakt bovendien ook nog eens je immuunsysteem. Dus heel belangrijk, het is natuurlijk belangrijk om oplettend te zijn en om je aan de richtlijnen van het RIVM, hè, Rijksdienst, de Informatiedienst, je te houden. Maar stap uit de angst, daar ga ik jullie ook nog wel wat tips voor geven. Ik heb gisteren heb ik een hele mooie meditatie verspreid. Een yoga nidra meditatie die jou helemaal ontspant. Hè, waardoor er geen angst kan zijn. In ontspanning is er geen angst. En die jouw immuunsysteem versterkt. En na dit webinar krijgen jullie ook allemaal die meditatie gratis toegestuurd. Om je te helpen om die rust te bewaren. En heel bewust te stappen uit angst. Ja, Marieke, ik ga er zo op in om tips om uit je angst te stappen. En een van die tips is dus de meditatie. Mediteren en ook alleen al ademen. Dus op het moment dat je je zorgen maakt, twijfels hebt, je angstig voelt, om wat voor manier dan ook. Wat heel erg helpt is ademen. En nou, dan ga ik die oefening nu ook doen, want hij komt nu voorbij. Want ademen helpt dus om je angst te voorkomen of uit je angst te blijven. En ademen helpt ook om bij jezelf te komen en om je hart te voelen. Dus het lijkt me een goed plan om daar nu mee te beginnen. Want op het moment dat jij in ontspanning bent, contact hebt met wat voor jou belangrijk is, dan gaat de wet van aantrekkingskracht al voor je werken in plaats van tegen je werken. Ik zet even mijn camera uit. Dat is denk ik prettiger voor een meditatie. En wat je mag doen, behalve als je in de auto zit en aan het rijden bent overigens, maar op alle andere plekken, sluit je ogen. Richt je aandacht
op je ademhaling. Adem in een comfortabel ritme in en uit. En bij de inademing adem je levensenergie in. En bij de uitademing ontspan je je lichaam nog wat meer. Laat maar los wat je niet meer nodig hebt. En herhaal dat nog een keer. Adem in door je hart. Adem levensenergie in. En adem uit door je hart en ontspan je lichaam nog wat meer, nog wat dieper. Maak helemaal contact met de stoel, het materiaal waar je nu op zit of ligt. En ontspan je lichaam. Laat het maar zwaarder worden. Adem nog een keer diep in door je hart. En adem uit en ontspan je nog wat meer, nog wat dieper. En als je dat prettig vindt, leg dan een hand op je hart. En adem in door je hart. En adem uit door je hart. En vertrouw op de wijsheid van je hart. En voel wat jij nu op dit moment behoefte aan hebt. Wat vind je nu belangrijk? En laat het antwoord als vanzelf opkomen. En alles wat opkomt is goed. Heb geen oordeel. Misschien verrast het antwoordje. Misschien is het een bevestiging. En alles is goed. Adem in door je hart. En adem uit door je hart. En dan mag je ook weer rustig je ogen openen. En weer terugkomen in je dagdagelijks bewustzijn. Nou, Jurgen die heeft nog iets moois opgeschreven. Hè, dat je lichaam vibreert op een lage frequentie. En die komt dan overeen met een ritme van 120 beats per minuut. En heel veel marstempo's of popmuziek is op dat tempo afgestemd. En ja, en eigenlijk doe je met een meditatie het ook je vertraagt. Margriet, heerlijk om dit vanuit je vertrouwde stoel te kunnen doen. Ja, fijn. Nou, je mag in de chat wel delen. Wat voor antwoord kreeg je van je hart? Welke behoefte kwam boven? Welk verlangen? En of het je verrast of dat het een bevestiging is. Of ja, hoe voel je als je even vertraagt. Even stilstaat en je even afstemt op je hart. En ik wacht even tot de reacties binnenkomen. Marike, rust en duidelijkheid. Ja, mooi. Ga de natuur in. Ja, ga wonen in de zon. Leuk, Sabine. Ja. Is voor mij trouwens ook een heel belangrijk, ja, heel belangrijk hulpmiddel, wil ik zeggen. Ik ben heel veel in de natuur om ook te kunnen blijven afstemmen op wie ik werkelijk ben. Op mijn intuïtie en ook om rust te ervaren. Ja, Rolinda, ja, naar buiten de natuur. Behoefte aan ontspanning, zegt Zuleika. Diep vertrouwen in mezelf en de omgeving. Christel zegt rust. Dat is een mooie bevestiging, ja. Anja, behoefte aan rust en spiritualiteit. Nou, welkom.
Rianne mag meer ontspannen. Jacqueline, kalmte, energie, positiviteit en vertrouwen. Nou, ik hoop dat dit webinar daarbij aan bijdraagt. Angelique, rust en ruimte. Ria, harmonie, creatie. Margriet, stabiliteit. Ja, leuk. Ja, mooi. Ja, het gaat heel snel nu. En dan maak ik even een heel klein sprongetje naar een van de stappen uit de wet van aantrekkingskracht. En dat is doen. Als je dit nu hebt gevoeld, ga dan voor jezelf na. Wat is mijn grootst mogelijke kleine stap die ik vandaag kan zetten? En ook dat heeft alles te maken met de wet van aantrekkingskracht. Want als jij rust en ontspanning wilt of in de natuur wilt zijn, juist nu heel veel mensen thuis zijn, heb je de mogelijkheid om daaraan te voldoen. En dat hoeft echt niet een hele dag. Een paar minuten, een kwartiertje of als je buiten loopt een uur. De meditatie die ik jullie ga toesturen, die duurt ongeveer 40 minuten. Kun je ook doen voor het slapen gaan. Dat ontspant ook heel erg diep en vermindert je angst. Dus dat zou al je grootst mogelijke kleine stap kunnen zijn. Vandaag een half uur buiten lopen. Vandaag de meditatie luisteren. Ik ben even de naam kwijt. Spiritualiteit. Nou, dat is ook dit webinar. Dus je bent er al mee bezig. En op het moment dat jij je grootst mogelijke kleine stap zet in contact met jouw verlangen en wat jij graag wilt, dan zet jij de wet van aantrekkingskracht optimaal in werking. Want dan heb jij een goed gevoel, je hebt ook dan positieve gedachten en je doet wat je op dat moment leuk vindt. En dan kan het alleen maar meer komen, dan kan het alleen maar meer naar je toe komen. Dus dat is heel, ja, heel belangrijk als het gaat over gevoelens. Gevoelens zijn de belangrijkste, of de krachtigste, hoe moet ik dat nou zeggen? De krachtigste bron van de wet van aantrekkingskracht. He, Greg Braden en Joe Dispenza die werken heel veel samen met het HeartMath Institute. En natuurlijk is het belangrijk om positief te denken, absoluut. Maar je gevoel, je hart, is 6000 keer sterker dan je brein. Dus het elektromagnetisch veld vanuit je hart is 6000 keer sterker dan je gedachtes. Dus gedachtes zijn belangrijk. Maar je gevoelens zijn doorslaggevend. Kun je nagaan, 6000 keer sterker. En dat is ook waarom alleen positief denken niet werkt. Maar dat kan ook een heel onbevredigend gevoel geven. Hè? Want als jij bijvoorbeeld affirmaties uitspreekt, ik ben succesvol en je bent het op dit moment niet. Of je bent bang dat je geen nieuwe baan kan vinden. En zeker, hè, nu kan dat ook juist onzeker zijn. Je hoort juist dat heel veel bedrijven failliet gaan. Of mensen moeten ontslaan. Of er moeten mensen in deeltijd werken. Misschien denk je nu wel. Jeetje, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Maar is die er straks nog wel? Dan heb je dus een gedachte. Waar angst en twijfel en zorgen bij komen kijken. En dan zit je in die neerwaartse spiraal. En het is heel belangrijk om daaruit te komen. En niet door de werkelijkheid te ontkennen. Want dat werkt natuurlijk ook niet. Want dan leef je op een roze wolk en dat werkt niet. Maar je kunt wel jezelf trainen in wat kan ik wel denken. En dan zul je merken dat het denken, voelen, doen. Op het moment dat je anders denkt, kun je ook anders voelen. En je kunt ook andersom beginnen door heel bewust te zijn, bewust te kiezen voor jouw verlangen. En toch, hoe klein ook, elke stap is de moeite waard, hoe klein ook, steeds stappen te zetten richting jouw verlangen. En daar gaan we straks nog meer oefeningen mee doen. Dus ik geef jullie heel veel tools waarin je dat kunt trainen. En natuurlijk is het niet erg als je even in de angst schiet of dat je je zorgen maakt. Dat is helemaal niet erg, maar zorg dat je niet in die neerwaartse spiraal terechtkomt. Want meer als je je zorgen maakt, trekt dat nog meer zorgen aan. En als je voor iets anders kiest, dan is het echt niet allemaal roze geur en maneschijn. Zo werkt het niet, maar dan ga jij je wel beter voelen en is de kans groter dat je succes hebt. Dus als je in die neerwaartse spiraal zit, dan is het heel erg moeilijk om je goed te voelen en succes te hebben en een nieuwe baan te vinden. Op het moment dat je je richt op je verlangen en op de positieve kanten
en je voelt je daar goed bij, dan is de kans in ieder geval groter dat jij een baan gaat vinden. En daar gaan we straks ook oefeningen voor doen. En dan ga ik even terugbladeren. Even zien hoor. Ja, gevoelens kunnen heftig zijn, zegt Suleika. Ja, dat klopt. En het is ook niet de bedoeling om je gevoelens te onderdrukken. Je mag best onderzoeken van, goh, waar ben ik dan bang voor? Want er zit altijd een verlangen onder. Dat is ook een van de tips, die heb ik niet in mijn slide staan. Maar dat is wel een van de tips die ik je kan meegeven. Onder elke angst zit ook een verlangen. En op het moment dat je in meditatie gaat afstemmen op dat verlangen en steeds jouw grootst mogelijke kleine stap zet om dat verlangen te realiseren, dan word je niet meer overspoeld door je gevoelens. Dan worden je gevoelens hanteerbaar. Dus onderzoek welk verlangen ligt er onder die angst. Als jij bijvoorbeeld nu bang bent geen nieuwe baan te vinden, waar ben je dan? Welk verlangen ligt daaronder? Misschien wel zelfontplooiing, financiële zekerheid, contact hebben met mensen. Dus ja, wat ligt er onder de angst? En als je leert contact te maken door de angst heen met je verlangen, dan sta je echt veel meer in je kracht. Angst haalt je hoe dan ook uit je kracht. En je verlangen zet je altijd in je kracht. En leer daarmee te spelen. Niet om je angst te ontkennen, maar om juist aandacht te geven aan je verlangen. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Nou, ik hoop dat jullie daar echt al wat aan hebben. Even kijken hoor, of er nog wat vragen tussen staan. Marijane zegt, hoe lang duurt het voor die spiraal omkeert, voelbaar omkeert? Dat kan heel snel. Alleen heb wel realistische verwachtingen. Als jij bijvoorbeeld depressief bent, ik noem maar wat, ik neem even een zware emotie. Depressief, of je voelt je compleet machteloos, of je hebt een heel diep verdriet. Dan is het niet realistisch om je gelijk compleet happy te voelen. Helemaal vreugdevol. Dat is onrealistisch. Wat je wel kan doen is kijken welke gedachte of welk gevoel helpt mij in ieder geval één stapje daarboven. En wat ik ook wel noemde is welk verlangen zit eronder, wat mis je. Als je bijvoorbeeld heel depressief bent, kun je bijvoorbeeld denken, oh, maar waar maak ik me dan zo'n zorgen over? Of wat doet me zo'n verdriet? Of waar word ik zo boos over? Op het moment dat je daar dan weer woorden aan geeft, dan klim je langzaam op in die spiraal. Als je dat leuk vindt, ik werk heel graag met de emotieladder van Esther en Abraham Hicks. En die laten dat ook heel mooi zien. Die staat ook in mijn boek beschreven. Die laat heel mooi zien, welke gedachte kun jij denken die waar is en die jou een iets lichter gevoel geeft. Maar verwacht niet dat je, als je onder in die spiraal zit, dat je, huppakee, in één klap daarboven zit. Mediteren helpt, afstemmen op je verlangen helpt, dingen doen die jouw energie geven helpt. Ja, dus heel langzaam kom je stapje voor stapje naar boven. En vaak gaat dat jou niet snel genoeg, omdat jij de verwachting hebt, ik moet helemaal vreugdevol zijn. Maar er zitten nog wel wat laagjes tussen. En door daar steeds vertrouwen in te hebben, dan klim je langzaam die ladder omhoog. Even zien hoor, of er nog vragen zijn. Anja zegt, ben vooral heel benieuwd naar oefeningen om uit de negatieve spiraal te komen. Nou, die heb ik net gegeven. Oké, ik ga even kijken in mijn schema. Ik zal ook even de slide presentation starten. Dan weet ik ook wat ik vergeten ben. Oké. Want het gaat om richten op je positieve gevoelens. Richten op je belangrijke waarden. We gaan nu dan echt ook even inzoomen op hoe de wet van aantrekkingskracht jou helpt om een nieuwe baan te vinden. Nou, heel veel dingen die ik net heb gezegd gelden ook voor een nieuwe baan. Als jij je zorgen maakt, zeker nu in de tijd van het coronavirus, dat gaat je sowieso niet helpen. Dus richt je op je verlangens en richt je op je belangrijke waarden. En neem maar even een moment de tijd om
eens te voelen, en dan mag je je hand wel weer op je hart leggen. Wat vind jij echt belangrijk in een baan? Wat zijn belangrijke waarden? Ja, bijvoorbeeld ontwikkeling, of samenwerking, of energie, of uitdaging, vrijheid, zelfstandigheid. En dan noem ik wat criteria. Maar wat vind jij belangrijk? Of ja, er zijn ook een paar mensen die graag coach willen worden. Wat maakt dat voor jou nou zo belangrijk? Wat wil jij graag delen? En als je het leuk vindt, dan mag je dat ook in de chat zetten. Hoeft niet, mag wel. Maar voel eerst maar eens, wat vind jij belangrijk in een baan? En laat even wat voor baan los. Het gaat heel erg om, wat vind ik belangrijk in een baan? Waar word ik blij van? En dan stap ik gelijk naar stap nummer 3. En wat geeft energie en wat kost energie? Het is heel belangrijk om je dat te realiseren. En als je ook bijvoorbeeld, het is een oefening die je na dit webinar kan doen. Neem eens een paar banen die je hebt gehad. Een paar hele leuke banen, maar ook een baan waar je eigenlijk heel ongelukkig in was. En schrijf maar eens op. Welke werkzaamheden geven me energie? Welke omgeving geeft me energie? En wat heeft mij heel veel energie gekost? Als je daar twee kolommen van maakt, wat geeft energie en wat kost energie, dan heb je al een hele mooie leidraad. En dan nog steeds niet eerst precies denken aan welke baan precies, want dat is eigenlijk de laatste stap. Het gaat veel meer om wat vind ik belangrijk in een baan, wat zijn belangrijke waarden. Nou, ik zie bijvoorbeeld creativiteit, zelfstandigheid, energie, vrijheid, mijn eigen ideeën kunnen verwezenlijken. Anderen helpen dromen waar te maken, verbinding, avontuur en vrijheid. Nou, dat zijn prachtige waarden. En als je dan op een sollicitatiegesprek bent, voel dan, en je lichaam weet het, je hart weet het, voel dan of die waarden in die organisatie aanwezig zijn. Want als ze niet aanwezig zijn, is dat niet de goede plek voor jou. En het is natuurlijk enorm moedig om nee te zeggen als zo'n baan dan niet aan jouw belangrijke waarden voldoet. Maar ook dan geldt, alles wat je aandacht geeft groeit. Zo werkt de wet van aantrekkingskracht. Als je toch kiest voor een baan waar je niet helemaal prettig bij voelt, dan kom je echt in die neerwaartse spiraal terecht. En het is ook heel moedig om nee te durven zeggen tegen een baan die daar niet aan voldoet. Komt natuurlijk ook financiële zekerheid om de hoek kijken, dat snap ik. We hebben onze rekeningen te betalen, kinderen die verzorgd moeten worden, een huis die betaald moet worden. Dat is zeker heel erg belangrijk. En soms kun je ervoor kiezen van, nou, dan neem ik toch die baan, want dan heb ik die financiële zekerheid. Maar zorg er dan voor dat je op andere levensgebieden wel zorgt dat jouw belangrijke waarden vervuld worden. Ik werk in mijn jaaropleiding op weg naar jezelf met een levenswiel. Dat levenswiel bestaat uit 8 belangrijke gebieden. En daarin schrijf je op wat je daarin belangrijk vindt. En als er 1 deel van je leven niet helemaal op orde is, maar de rest wel, dan hou je dat wel vol. Natuurlijk is het mooi als alles in balans is, maar je kunt er best tijdelijk voor kiezen, zeker als het gaat om financiële zekerheid en je hebt een baan nodig, dat je soms daar concessies aan doet. Maar heb je de mogelijkheid om dat niet te doen, dan adviseer ik jou dat. Dat je in een gesprek echt gaat voelen, zijn de belangrijke waarden hier aanwezig? En wat vind ik belangrijk en vind ik dat hier? Sabine van den Bos zegt, ik ben blijven werken voor inkomen, maar ik werd echt wel ziek. Ja, nou ja, Sabine, dat klopt. Ja, dat klopt. En dus dat is het gevaar. En het is dus heel erg belangrijk dat je je daar bewust van bent. En je kunt soms tijdelijk daarvoor kiezen, maar doe dat dan heel bewust. En zorg dat je ook ondertussen blijft zoeken naar die baan die jou wel energie geeft en die wel past bij jouw belangrijke waarden. En dat vraagt wel, ja, dat vraagt wel oplettendheid. Want je schuift heel gemakkelijk terug in de waan van de dag.
Wat ook heel erg helpt om de wet van aantrekkingskracht te optimaliseren en optimaal te benutten, is dat je zicht krijgt op jouw kwaliteiten. Want heel vaak komen mensen bij mij die niet weten wat ze willen. En jouw kwaliteiten zijn je belangrijkste richtingaanwijzer samen met jouw belangrijke waarden, wat jij wilt en wat jouw levenspad is. Kwaliteiten heb je van nature. Je hebt altijd die hele discussie tussen nature en nurture. Nou, ik heb zelf kinderen. Ik weet heel goed dat er echt nature dingen in zitten. En natuurlijk zitten er ook nurture dingen in. Dus het is altijd een combinatie. Maar mijn oudste dochter, die kan echt ontzettend goed tekenen. Die heeft daar echt zoveel talent voor. Dat heeft ze niet van mij en ook niet van mijn man. Dus het is echt iets wat van haar is. En zo heeft echt iedereen kwaliteiten. En vaak vind jij je kwaliteiten heel gewoon, heel normaal. Omdat ze ook normaal voor jou aanvoelen. Maar het is precies dat waar jij altijd complimenten over krijgt. En als jij je kwaliteiten leeft, dan zit je altijd in een flow. Dan geef je dat energie. Nou, hoe kom je achter je kwaliteiten? Je kunt het anderen vragen. Er zijn ook kwaliteitsspellen bijvoorbeeld, die kun je gebruiken. Je weet zelf natuurlijk een aantal dingen. Waar krijg je complimenten over? Dat zijn allemaal mooie manieren om je kwaliteiten te ontdekken. Een andere manier is, wat zijn je valkuilen? Want een valkuil is altijd iets wat jij overdrijft, een kwaliteit die jij overdrijft. Bijvoorbeeld, als jij gestructureerd bent, kun je rigide worden. Als je flexibel kunt, kun je versnipperd raken. Ben jij daadkrachtig, kun je dominant worden. Dus ook op basis van je valkuilen kan je je kwaliteiten ontdekken. En je kunt je kwaliteiten ontdekken aan dat waar jij je heel erg aan ergert. Nou, als jij je ergert aan chaos, dan kan je waarschijnlijk heel goed structureren. Erger jij je aan passiviteit, dan ben jij waarschijnlijk heel proactief. Erger jij je aan dominantie, dan ben jij waarschijnlijk veel meer voor samenwerken en verbinding. Dus het is, je hebt heel veel verschillende manieren waarop jij je kwaliteiten ontdekt. En als jij je afstemt op je kwaliteiten en dat gaat delen met de wereld, dan maak je optimaal gebruik van de wet van aantrekkingskracht. En daar heb je niet eens een baan voor nodig. Je kunt nu ook al jouw kwaliteiten delen met de wereld. Je kunt ook, als je nu in een baan zit die jij niet leuk vindt, kun je toch beginnen met wat zijn mijn kwaliteiten en hoe ga ik dat delen? Ik heb een heel mooi verhaal van een cursist van mij. Die deed bij mij de jaartraining en die wilde heel graag coach worden. En de tools die zij kreeg in de opleiding, in de training, ging zij op haar werkplek delen. Ze was een managementassistent. Het voordeel daarvan is dat je veel mensen aan je bureau krijgt. En zij is de technieken gaan toepassen. Wat ik nu doe, is zij ook gaan delen op haar werkplek. En dat ging opvallen. Er kwamen steeds meer mensen. Als mensen iets hadden, oh, je moet eventjes naar Catharina toe, want zij kan je wel helpen. En 3 jaar nadat zij bij mij de training heeft gevolgd, is zij vertrouwenspersoon geworden binnen haar organisatie. En dat was ook een nieuwe functie. Dus door je kwaliteiten te delen, ook al staat dat niet in je functieomschrijving, dat gaat opvallen. Want je hebt er plezier in. Je gaat de mensen mee helpen, mee blij maken, op wat voor manier dan ook. En dat gaat hoe dan ook opvallen. Want dat ga je uitzenden en dan moet de wet van aantrekkingskracht wel responderen. Ik ga ondertussen even, want er komt een heleboel in de chat voorbij. Ik zal even kijken of daar ook vragen tussen zitten. Even kijken. Even kijken hoor. Bert zegt: ik twijfel nu of ik er goed aan doe dat ik nu iets ga vinden voor 3 dagen, zodat ik tijd genoeg over heb om te verkennen om leuke dingen te doen. Ja, dan heb ik eigenlijk even nodig waaraan je twijfelt, Bert. Want als jij 3 dagen doet, bijvoorbeeld voor financiële zekerheid, en je gaat 2 dagen besteden aan dat wat je echt leuk vindt, of onderzoeken wat je leuk vindt, dan, en je besteedt daar
toch het grootste deel van je aandacht aan. En dat lijkt dan misschien raar, 2 dagen, 3 dagen. Maar je kunt je werk dan doen, gewoon goed doen. En je focus ligt op wat vind ik leuk en wat wil ik ontwikkelen. Want dan gaat die bal wel rollen. Dan ga je die wet van aantrekkingskracht wel benutten. Dus het is heel erg belangrijk om hoeveel tijd je er ook aan besteedt. Elke dag een uur is ook tijd. En dus als het voor jou nu op dit concrete moment niet mogelijk is om je baan op te zeggen, is soms ook helemaal niet realistisch. Of je hebt je inkomen nodig. Dat is niet erg als je maar bewust blijft en in ieder geval elke dag tijd besteedt aan dat wat je wel leuk vindt. Tijd besteedt aan jouw kwaliteiten. Desnoods ga je vrijwilligerswerk doen om die kwaliteiten in de wereld te zetten. Dat moet je focus zijn. En als dat je focus wordt, dan gaan zich ook mogelijkheden creëren. Dan komen echt de mogelijkheden naar je toe. Daar heb ik al zoveel voorbeelden van gezien. Dus het is niet erg als je nu in een baan zit die je niet leuk vindt. Maar ga deze tips toepassen. Wat zijn je belangrijke waarden? En creëer dat in je leven. Zet elke dag je grootst mogelijke kleine stap om die waarden in je leven te creëren. Ga je kwaliteiten ontdekken en ga die vooral delen met de wereld. En ontdek wat je energie geeft, want ook dat is jouw richting aanwijzen. Alles wat je energie geeft, hoort op jouw levenspad. En voelt het licht, voelt het zwaar. Als jij je kwaliteiten leeft en in een flow zit, dan voel je je licht en dan voel je je blij. En als je iets doet wat je niet leuk vindt, dan voel je je zwaar. En dan gaat die innerlijke criticus, die twijfels en die zorgen, die krijgen dan steeds meer vat op je. Dus je kunt het ook echt in je lijf voelen wanneer je blij bent en niet blij bent. Dat hoef ik jou niet eens te vertellen, dat weet je. En je hebt dan moed nodig om daar steeds meer en meer naar te durven luisteren. En begin met elke dag jouw grootst mogelijke kleine stap te zetten. Dus ik hoop dat dat ook een beetje antwoord op jouw vraag is, Bert. Even zien of er nog vragen zijn. Gerkina, samenwerken in een team werken. Ja, dat is inderdaad, daar komen de vragen vanzelf mijn kant op. Ja, dat werkt inderdaad zo. Even kijken of er nog vragen zijn. Ja, leuk René. Hè? Ik heb mijn omgeving per mail gevraagd wat ze als mijn belangrijkste kwaliteit zien. Ja, dat is heel erg leuk. Even kijken wat Anja zegt. Afgelopen jaar wel enigszins al gekeken naar een baan, maar nu is het vooral ook het krijgen van een baan, wat steeds meer naar boven komt, wat best lastig blijkt te zijn. Dan nogmaals, ga je kwaliteiten delen. Desnoods in de vorm van vrijwilligerswerk, maar ook al op de werkplek waar je nu zit. Doe dat bovenop je functieomschrijving, want dan ga je sowieso het oefenen en dan gaat het opvallen en dan trek je ook de mogelijkheden naar je toe. Het doen bij de wet van aantrekkingskracht is echt een hele belangrijke stap. Dus ga met deze tips aan de slag. Even kijken hoor. Even kijken, ik twijfel omdat ik, dat is Bert waar we het net over hadden. Ik twijfel omdat ik bij die 3 dagen waarschijnlijk veel saaiheid ervaar. En ik weet niet hoe lang ik dat volhoud. Nee, dat is een hele belangrijke vraag. Dus ga voor jezelf na wat nu het belangrijkste is. Als die baan jou toch een stukje financiële zekerheid geeft, dan kun je die doen. Maar blijf vooral ook onderzoeken wat je kwaliteiten zijn, wat je energie geeft. En ga ook in die saaie baan bovenop je functieomschrijving jouw kwaliteiten delen. Ga maar eens kijken hoe dat werkt en wat je daar voor mogelijkheden creëert. Vrijwilligerswerk doen, hè, zoals Carlo Enzing, die het eigenlijk dit evenement ook mogelijk heeft gemaakt. Die is werkzoekende en die is eventmanager geworden bij JobOn. Het is vrijwillig, hè, verdient er niks mee, maar hij breidt zo wel heel erg zijn netwerk uit. En hij ontdekt allemaal nieuwe tools om een workshop te plannen. Je krijgt daarbij ook hulp van JobOn. Dus ga maar eens kijken waar je wel je kwaliteiten in kwijt kunt. Desnoods eerst vrijwillig, maar wel met de bedoeling om daar later een betaalde baan van te krijgen. Dankjewel Saskia, ze zegt heel raak en inspirerend. Ja, oh Bert, ja, dankjewel. Dat zijn goede antwoorden op mijn vraag. En er is ook een vraag, HSP'er nu in 2020, hoe overleef je in deze tijd? Elke baan is zwaar.
Hoe zie jij dat? Heb je tips voor HSP en baan? Heel belangrijk, ja, ik kom toch weer terug, mediteren. Veel de natuur in. Voor een HSP'er zijn dat de allerbelangrijkste dingen om in balans te blijven. En, want hoe meer jij je licht laat stralen, hoe minder je last hebt van de omgeving. Je ziet het als een donkere kamer. Het helpt niet om het donker te bestrijden. Je hoeft alleen maar de lichtknop aan te doen. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar ik snap het. Er is zoveel angst en zoveel paniek. En ik voel het ook als HSP'er. Dat drukt soms heel zwaar op je. En ja, nu komt ook het antwoord. Naast mediteren en veel in de natuur zijn. Veel slapen. Is ook een tip. En dan ben ik hem ook even weer kwijt. Ja, heel belangrijk is dat je jezelf de vraag stelt, is dit van mij of niet? Heel veel zwaarte die nu op jou komt, is niet van jou. En eigenlijk knip je dat gewoon weg. Gewoon de bewustwording, oké, dit is niet van mij. Ik zet het aan de kant en ik stem mij weer af op mijn hart, op mijn verlangen. En ik zet elke keer weer mijn grootst mogelijke stap naar mijn verlangen. Dus het is niet van mij. Heel belangrijk. Jurgen. Vrijwilligerswerk gaan doen bij de afdeling educatie van een beroepsorkest. Super. Begeleiden van voorstellingen op scholen. Nu mag ik daar 3 maanden meedraaien op de afdeling marketing en communicatie. Nou, super. Dank je wel voor de delen, Jurgen. En Thea zegt, vrijwilligerswerk heeft mij ook heel veel nieuwe inspirerende contacten opgeleverd. Ik ben ook eventmanager. Hartstikke leuk. Ja. En Akka zegt, de grootst mogelijke kleine stap, ja, die is zo belangrijk. Juist nu voel ik daar meer ruimte voor, omdat werk door corona nu niet aan de orde is. En ik dus alleen maar hoef te denken, welke activiteit maakt me blij. Ja, ja, leuk. Ook Carlo heeft ook gereageerd. Ja, we kunnen heel goed nieuwe eventmanagers gebruiken, dus meld je aan. Nou, dankjewel Carlo voor deze mededeling. Dus mocht je hierdoor toe aangesproken voelen om zo'n event te organiseren, meld je aan bij Jobon. En het levert je echt heel veel op. Even kijken. Nou, dus dit heeft allemaal, ik zie ook al dat het 12 uur is, de tijd gaat ook zo snel. Dit is dus heel erg belangrijk om de wet van aantrekkingskracht optimaal te benutten bij het vinden van de nieuwe baan. Dus belangrijke waarden, je kwaliteiten, wat geeft je energie, wat voelt licht, wat voelt zwaar en mediteren. Juist in deze tijd helpt je om heel dicht bij jezelf te blijven. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dat zijn hoe kun je positief denken? Dus dat is de volgende stap. En de eerste stap is, stel jezelf de 7 magische vragen. Oh, ik ga ondertussen ook even, want Annemarie zegt, lijkt me erg leuk eventmanager, weet niet of ik er geschikt voor ben. Ik zou zeggen, neem contact op met Jobon. Of misschien mag je zelfs wel contact opnemen met Carlo. En er was nog een eventmanager die meekeek. Kunnen zij je ook wat wegwijs maken? Kim Loostro. Hier nog een eventmanager voor Jobon. Dit geeft mij ook veel energie en helpt mij om stappen te zetten in mijn nieuwe carrière. Dus neem contact met elkaar op, zou ik zo zeggen. En dan kun je kijken of het iets voor je is. Positieve gedachten. Misschien is het leuk, dat bedenk ik nu even, dat de mensen die eventmanager zijn en nu kijken, even hun e-mailadres in de chat zetten. De mensen die dan interesse hebben, die kunnen dan die link even knippen en plakken of even opschrijven om contact op te nemen. Dus als je dat wilt, als je daar open voor staat, zet je e-mail in de link. En dat geldt ook als er mensen kijken die leuke tips hebben voor vrijwilligerswerk, zet het maar in de chat. Carlo zegt bel gerust. Ja, ja, als je het wil, Carlo, mag je ook je telefoonnummer in de chat zetten. Maar dan moet je zelf even kijken.
Nou, Anja Mulder heeft al, Carlo heeft zijn e-mailadres erin gezet. Sabine van der Bos heeft haar e-mail erin gezet. Nou, hartstikke goed, top. Nou, dit is toch leuk, zo'n webinar, hè? Zo kunnen we elkaar helpen en elkaar inspireren. Ik word daar in ieder geval heel erg blij van. Gaan we terug naar de stap positieve gedachten. Hoe creëer jij zoveel mogelijk positieve gedachten en blijf je uit de twijfels en de zorgen? Neem maar, we gaan gewoon lekker een oefening doen. Neem aan, Sabine zegt wat je uitstelt, trek je aan. Ja, dat klopt. 7 magische vragen. Neem maar een situatie waar je op dit moment mee worstelt. Een piekergedachte, een probleem, een zorg of een twijfel. Neem die in gedachten of schrijf hem even op. Ik geef je even daar de tijd voor. Drink ik even thee. Leuk, er zijn veel mensen die hun e-mailadres achterlaten. Leuk. En Carlo, even een berichtje voor jou. Ik heb natuurlijk mijn chat open. Ik weet niet zo goed of de chat in de replay, in de opname, goed te lezen is. Wat ik ga doen, is ik ga straks die e-mailadressen noteren. En dan stuur ik hier dan kan ik het dan natuurlijk ook zelf doen. Jullie krijgen allemaal van mij een mail met de opname en de dingen die ik heb beloofd in dit webinar. En dan zal ik daaronder ook de e-mailadressen neerzetten van de mensen die nu hun e-mailadres hebben achtergelaten. Ik denk dat dat de kortste klap is. Oké, terug naar een probleem die je nu ervaart. Een piekergedachte, een probleem, een zorg of twijfel. En dan stel je jezelf deze vragen. En neem echt ook even de tijd om die voor jezelf te stellen. Je mag ook een hand op je hart leggen. En dan neem je dat probleem, die zorg, die twijfel in gedachten. En dan vraag je aan jezelf, wat is er nog meer mogelijk? En wacht dan even op antwoord. Wat is er nog meer mogelijk? Adem in door je hart. En adem uit door je hart. En de volgende vraag. Hoe wordt het beter dan dit? Adem in door je hart. Adem uit door je hart. Hoe wordt het beter dan dit? Je mag het antwoord opschrijven voor jezelf. Of je hebt het in je hoofd. Dat mag allemaal. Het voordeel van opschrijven is dat je het straks terug kan lezen. En als je de vraag niet helemaal begrijpt, dan laat je die even voor wat het is. Vragen openen de poort naar je intuïtie wijd open. En als je daar nog niet zo gewend aan bent, dan duurt het misschien wat langer voordat je antwoord krijgt. En de volgende vraag is, wat is er positief aan deze situatie? Ook al ervaar je dit als een probleem, een zorg, een twijfel. Kijk, voel, ervaar ook eens wat er positief is aan deze situatie. Schrijf het antwoord op. Of geef het antwoord in je hoofd. En de volgende vraag, wat kan je van deze ervaring leren? Wat kan je van deze ervaring leren?
Adem in door je hart. En adem uit door je hart. En voel, waar ben je dankbaar voor? Waar ben je dankbaar voor? En welke kwaliteiten en hulpbronnen heb je die je nu kunt gebruiken en inzetten om uit deze situatie te komen? Welke kwaliteiten en hulpbronnen heb je tot je beschikking die je nu kunt inzetten en gebruiken om uit deze situatie te komen? Voel dat maar, schrijf dat maar op, denk het maar. Welke kwaliteiten en hulpbronnen heb jij nu om uit deze situatie te komen? En de zevende vraag, de laatste vraag. Wat is je grootst mogelijke kleine stap die je nu kunt zetten om uit deze situatie te komen? Wat is je grootst mogelijke kleine stap die jij nu kunt zetten om uit je situatie te komen? En ondertussen schenk ik even een kopje thee in. En voel maar hoe het probleem, de zorg, de piekergedachte nu aanvoelt. Is het lichter geworden? En het hoeft maar een klein beetje, want dan ben je al aan het opstijgen in de neerwaartse spiraal. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Als je dat wilt delen, welk gevoel, het cijfer, welk gevoel had je, welk cijfer heb je gegeven aan je gevoel voordat je aan deze korte oefening begon? En welk cijfer geef je je gevoel nu? En het hoeft maar 1 of 2 punten beter te zijn om je al weer in die opwaartse spiraal te brengen en om van de negatieve gedachten naar de positieve te gaan. Elke stap die je maakt in die opwaartse spiraal, die gaat jou helpen en die zet de wet van aantrekkingskracht in werking. Leuk, ja, leuk. Ja, ja, de meeste mensen die merken best een verschil. Ja. En Sabine zegt, ik ervaar sterk dat ik niet meer denk wat ik niet kan. Juist, maar wat ik nog wel zou kunnen. Ja, klopt. Ja, cijfer was 4, nu 6. Sommigen zijn van een 4 naar een 8. Van een 4 naar een 7. Ja, elke beperking schept nieuwe mogelijkheden, Karin. Dat klopt helemaal. Angelique, van een 5 naar een 7. Nou, hoe leuk is dit? Gevoel was eerst een 6 en nu een 7,5. Wat een mooie en eenvoudige manier om je beter te voelen. Ja, precies, Christel. Nou, dit kun je toepassen. En er komt een opname. Je kunt deze vragen nu ook opschrijven. De vragen staan natuurlijk ook in mijn boek. Maar dit is hoe jij jezelf managt. Niet door de wereld door een roze bril te gaan kijken. Maar door jezelf heel bewust af te stemmen op positieve gevoelens en positieve gedachten. En dan dus ook positieve actie. Want door deze vragen heb jij waarschijnlijk wel je grootst mogelijke kleine stap kunnen formuleren. En elke stap, hoe klein die ook is, is de moeite waard, want die zet alles in gang. Ja, de meeste mensen zijn gestegen. Nou, super. Hartstikke leuk. Dus dit is een van de manieren om te leren positief te denken. Een andere manier is, die vind ik zelf ook heel erg leuk, en vanwege de tijd gaan we die niet uitgebreid doen, maar die wil ik je wel graag meegeven, is maak een best case scenario. Wat je kan doen is schrijf, we zijn heel goed in het bedenken van de worst case scenario. Je mag hem desnoods ook opschrijven, pak een vel papier en vouw die door de helft en dan schrijf je aan de ene kant je worst case scenario op, want dat gaat waarschijnlijk heel gemakkelijk, want dat doe je vaker.
Maar schrijf dan ook eens op, wat is mijn best case scenario? Wat als het allemaal wel lukt? Wat gebeurt er dan? Hoe wordt mijn leven dan beter? Dus wat gaat er allemaal beter worden als ik die keuze maak, die stap durf te zetten? Dus maak een best case scenario. En ook dan zul je merken dat je alles wat je aandacht geeft groeit. Als je gaat richten op je worst case scenario, dan zit je vast, dan zit je in de angst. Dan komen er alleen nog maar meer beren op de weg en ga je nog meer zorgen maken. Dus dan werkt de wet van aantrekkingskracht ook, alleen niet op de manier zoals jij dat wilt. He, dus dan kom je in die neerwaartse spiraal terecht. Als je gaat richten op je best case scenario, kom je in die opwaartse spiraal terecht en gaat de wet van aantrekkingskracht voor jou werken in plaats van tegen jou. Want die wet van aantrekkingskracht werkt altijd. En die is eigenlijk onvoorwaardelijk. Die zegt altijd ja. Geef je aandacht aan je worst case scenario en aan je problemen. Dan zegt de wet van aantrekkingskracht oké. En krijg je meer zorgen, problemen en twijfels. Op het moment dat jij positief denkt, je best case scenario, en je geeft daar aandacht aan, dan zegt de wet van aantrekkingskracht oké. En zul je steeds meer positieve dingen in je leven aantrekken. Dat is heel erg belangrijk om je dat te realiseren. En Leonie die zegt van problemen omdenken naar oplossingen. Ja, dat doen deze 7 magische vragen. Maar dat doet ook je best case scenario. Je zult ook merken als jij je best case scenario opschrijft, dat je er ook ineens zin in krijgt. Dat je enthousiast wordt. En dat heb je nodig om stappen te kunnen zetten. Angst verlamt en zet je geen stappen. Dus die oefening wil ik je heel graag meegeven om vandaag nog te doen. Of als je het webinar in de opname bekijkt, doe deze oefening. Het gaat je echt helpen. En elke keer als je dan weer zorgen maakt, twijfels maakt, twijfels hebt, stel jezelf de 7 magische vragen. Lees je best case scenario en dan voel je dat de creativiteit en de inspiratie weer gaat stromen. Vaak hebben we dus last van die, de PowerPoint, even kijken of ik de PowerPoint kan toesturen. Ja, dan ga ik even, volgens mij kan dat wel. Volgens mij kan ik de PowerPoint ook toesturen. Ik zal dat wel bij de replay doen, bij de opname. We hebben natuurlijk heel veel last van de negatieve gedachten. Ik noem dat de innerlijke criticus. Je hebt ook je innerlijke mentor. En dat die innerlijke mentor zet je altijd in je kracht. En dat is de stem van je hart. De stem van je intuïtie. De stem van je hogere zelf. En je innerlijke criticus, die maakt jou altijd kleiner. Die heeft twijfels. Die zorgt ervoor dat je je zorgen maakt en dat soort dingen. Die innerlijke criticus, die heeft wel een belangrijke functie. Die wil jou namelijk beschermen. Dus de innerlijke criticus, die hoeft niet weg. En je hoeft hem ook niet te bestrijden. Het enige wat je hoeft te leren is bewust kiezen voor positieve gedachten en letterlijk stop zeggen tegen je negatieve gedachten. Dus zeg stop. Nou, op het moment dat je stop zegt en je kijkt naar je best case scenario en je stelt jezelf de 7 magische vragen, heb je onmiddellijk al contact met je hart, je innerlijke wijsheid en je intuïtie. Dus zeg stop. Want piekeren, malen, je draait eigenlijk altijd dezelfde plaat af zonder dat er een oplossing komt. Op het moment dat je afstemt op de 7 magische vragen en je best case scenario, dan zijn stappen weer mogelijk. En ja, gaat die inspiratie stromen. Dus stop zeggen. Dat is een hele belangrijke tool. Heel eenvoudig om je gedachten tot rust te manen. Wat je ook kan doen is een knikker visualiseren tussen je wenkbrauwen. En dat kunnen we nu wel even doen. Dan sluit je ogen. En visualiseer een knikker tussen je wenkbrauwen. En geef die knikker maar een kleur of verschillende kleuren. Of misschien is die transparant.
En laat die knikker ronddraaien bijvoorbeeld. En kijk maar naar de kleurschakeringen. En je hele aandacht richt zich op die knikker. En terwijl je met je aandacht gericht bent op die knikker, adem je in door je hart. En adem je uit door je hart. En dan open je weer je ogen. Dit is een hele simpele manier als je in die piekergedachten zit, om je piekergedachten stop te zetten. Dus dat is, dat kun je eigenlijk op elk moment doen. Hè? Als je die 7 vragen op je best case scenario niet altijd bij de hand hebt, dan en je bent wel aan het piekeren, of 's nachts bijvoorbeeld, als je maar ligt te malen en te malen, dan kun je je piekergedachten op deze manier stopzetten. En wat ook een hele leuke manier is, en dan mag je ook weer een angst, een twijfel, een zorg nemen. Dus begin daarmee. Dus je neemt, want ik start een video en daar ga je naar kijken. En dat zijn allemaal fractals, mandala's die bewegen. En door je aandacht daarop te richten, zul je merken dat de zorg, de twijfel, de piekergedachte verdwijnt. Het heeft een beetje hetzelfde effect als de knikker. En wat mooi is, als je blijft in- en uitademen door je hart, dan transformeert die zorg, die twijfel en dat probleem transformeert ook. Oh, kijk, ja, bij Germaine die zegt, de knikker ging heel hard ronddraaien, waardoor het heel druk werd in mijn hoofd. Voor mij werkt het averechts. Ja, dan, het is heel belangrijk om, ik geef jullie heel veel tools in dit webinar, dat je voor jezelf gaat ontdekken welke werkt voor mij het beste. Misschien moet je die knikker dan stilhouden, Germaine. Maar misschien werkt deze video ook. Even zien hoor. Ik krijg een vraag om het best case scenario nog een keer uit te leggen. Ik denk dat je dan beter even de opname straks kunt terugkijken. Ik start nu de video. En ik zet mezelf even uit. Even kijken of ik moet mezelf heel klein maken. Zo, ik doe het wel even zo. Nou, even zien hoor. De video die doet het niet, zie ik. Ik zie dat de video niet op wil starten. Dus dat is een beetje jammer. Dan stuur ik die video. Die stuur ik dan ook bij de replay. Dan ga ik weer naar mijn slides toe. Nou, die kan ik jullie dus niet. Maar dat is een hele mooie manier ook om je gedachten tot rust te brengen. En natuurlijk is ook mediteren is een heel, heel mooi hulpmiddel om ja, positief te denken en je innerlijke criticus stop te zetten. Ik stuur de link van deze video stuur ik wel even bij. Hey, jullie krijgen waarschijnlijk begin van de avond krijgen jullie de opname toegestuurd. En ook dit soort links zal ik er allemaal bij zetten. Aleida, ja, de verbinding valt steeds uit, wat bijzonder. Nou, jammer, jammer dat de verbinding dan niet goed is. Maar er komt een opname, daar staat alles in. Dus dan kun je het allemaal rustig even nakijken. Nou, ik ga even mezelf even ergens anders neerzetten. Even kijken of het een handige plek is. Deze plek maar even. Ja. Ik ga nog even herhalen wat we tot nu toe hebben gedaan. We zijn ook al bijna aan het einde van dit webinar. En hoe de wet van aantrekkingskracht jou helpt bij het vinden van een nieuwe baan. De wet van aantrekkingskracht bestaat uit 5 belangrijke elementen. En de eerste is
positief denken. Dus zorg ervoor dat je positief denkt en dat je je innerlijke saboteur en je twijfels, je zorgen, dat je die minimaliseert. Ze hoeven niet weg. Mijn innerlijke criticus is ondanks al mijn trainingen nog steeds niet weg. Maar ik weet wel hoe ik stop kan zeggen. En natuurlijk word ik er ook nog wel eens in meegetrokken. Maar stop zeggen is een hele belangrijke stap. En je aandacht richten op je best case scenario en op de 7 magische vragen. Want dan krijg je ook positieve gevoelens. Dus positieve gedachten levert ook positieve gevoelens op. En door je aandacht te richten op wat belangrijk is voor jou, jouw belangrijke waarden, je kwaliteiten, wat je energie geeft, dan ga jij je beter voelen. En is het dus ook heel erg belangrijk dat je gaat nadenken over wat vind ik belangrijk in een baan? Wat geeft mij energie? Wat kost mij energie? Wat vind ik belangrijk in een baan? Dat je dat allemaal voor jezelf helder hebt. Kijk ook eens naar de rode draad in je banen. Hè? Wat gaf allemaal energie? Wat kostte allemaal energie? Want dat geeft jou hele mooie tools om nog even los van de functie te gaan kijken. Ja, wat moet er in een baan aanwezig zijn? En wat moet er in een bedrijf aanwezig zijn? En door die positieve gedachten en positieve gevoelens kun jij positieve actie ondernemen. Zet elke dag jouw grootst mogelijke kleine stap op weg naar die droombaan. Op weg naar die nieuwe baan. En wat kun je daar allemaal voor doen? Je kunt de kwaliteiten die je nu hebt gaan delen in de baan die je nu hebt. Ook al staat dat niet in je functieomschrijving. Je kunt vrijwilligerswerk gaan doen. Je kunt andere mogelijkheden onderzoeken hoe jij je kwaliteiten kan gaan delen. En hoe jij zorgt dat je energiebalans op orde is. Dat je meer energie krijgt dan dat je weggeeft. Dus dat helpt jou ook allemaal om die nieuwe baan te vinden. Want daarmee ga je je focussen en kan er naar je toe komen wat voor jou belangrijk is. En dus het doen. Het is heel belangrijk om te gaan delen, te doen en elke dag je grootst mogelijke kleine stap te gaan zetten. De 4e en de 5e hebben wij in dit webinar wat minder aandacht aan besteed, maar dat gaat over ook ontvangen. Dus op het moment dat jij alles helder hebt, je hebt helder wat je belangrijk vindt in de baan, je weet wat je kwaliteiten zijn, je weet wat je energie geeft en je weet het dan steeds beter wat je wilt en je gaat solliciteren, dan is het ook heel erg belangrijk om geluk en succes te kunnen ontvangen. En daarvoor is het nodig dat jij jezelf de moeite waard vindt. Dat je van jezelf houdt en dat jij in jezelf gelooft. Want anders zit jij in dat sollicitatiegesprek en dan ben je onzeker. Of dan ben je te bescheiden. Of dan laat je niet voldoende zien. Of laat je niet voldoende je stem horen. Ook dat kan op je werk het geval zijn. Dat jij wel heel veel kwaliteiten hebt, maar dat je ze niet zichtbaar maakt. Omdat je misschien toch denkt, ja, zitten ze er wel op te wachten? Ben ik wel de moeite waard? Kan ik het wel? Al die negatieve gedachten die spelen dan mee. Dus durf ook succes en overvloed te ontvangen. En daarvoor is het heel belangrijk dat jij jezelf de moeite waard vindt. En dat je van jezelf houdt. Dat je stopt met oordelen naar jezelf, naar de ander, compassie hebt. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik uitgebreid behandel in mijn jaartraining op weg naar jezelf. En ze staan natuurlijk ook in mijn boek. Maar dit is wel een belangrijke sleutel. Dat je jezelf de moeite waard vindt, want dat ben je. Iedereen is de moeite waard. Iedereen heeft een plek in deze wereld. En al jouw kwaliteiten die maken de wereld mooier. Daar worden we nooit slechter van. Alles wat jij deelt wordt meer en nooit minder. Dus dat wil ik je nu in ieder geval vast meegeven. En de 5e die ook heel belangrijk is. Ja, eigenlijk zijn ze alle 5 belangrijk. Het gaat om de stappen die beïnvloeden elkaar ook. De 5e stap is dat je doelen formuleert die binnen jouw controle liggen. De wet van aantrekkingskracht werkt niet buiten jouw controle. Want anders zou er niet eens een coronavirus bestaan. Dan zou iedereen gelukkig zijn. Dan zou iedereen in overvloed leven. Zou er geen honger en dat soort dingen meer zijn.
Dus als je dat soort dingen wenst, ik wil een betere wereld, dat ligt buiten jouw controle, daar heb je geen invloed op. Ook ziek worden, daar heb jij geen invloed op. Het enige wat je kan doen is je immuunsysteem versterken, gezond leven, dat zijn dingen waar je invloed op hebt, maar het ziek worden zelf heb jij geen invloed op. Nou, hoe werkt dat dan met een baan? Als jij stap 1 tot en met 4 helemaal afgedekt hebt, om het zo maar te zeggen, en je komt op sollicitatiegesprek, dan ligt het verder buiten jouw controle. Zelfs de uitnodiging om op een sollicitatiegesprek te komen ligt buiten je controle. Maar ook dat je wordt aangenomen ligt buiten jouw controle. Je hebt alleen maar invloed op de eerste 4 elementen. En zoveel, en dat ligt binnen jouw controle, daar kun je alles aan doen. Maar de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en aangenomen worden, ja, dat ligt echt bij de ander. Maar als jij punt 1 tot en met 4 op orde hebt, maak jij je kans om die baan te krijgen die jij graag wilt, wel heel erg groot. Ja, dat is even in een notendop een samenvatting van dit webinar. Ja, Jessica zegt, zo heeft ook ooit iemand gezegd, toen je bent geboren was je al gelukt. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Jessica. En natuurlijk kun je je ontwikkelen, natuurlijk kun je groeien, maar dat betekent niet dat jij nu niet goed genoeg bent. Jij bent volmaakt in alle fasen van jouw leven. En ik gebruik daar heel vaak de boommetafoor voor. He, een kastanje bijvoorbeeld, he, de kastanje is van zichzelf volmaakt, maar heeft de potentie om een kastanjeboom te worden. Dan stop je hem in de grond, dan komt er een klein plantje en nou, die groeit en die groeit en die groeit. Elk jaar wordt hij groter, elk jaar krijgt hij meer kastanjes om te delen. En in elke fase is die kastanjeboom perfect en volmaakt. En dat geldt ook voor jou. Natuurlijk kun je ontwikkelen, natuurlijk kun je groeien. En als je groeit heb je meer te delen, maar in elke fase van je leven ben jij volmaakt. Oké. Wat krijgen jullie allemaal nog na dit webinar? In ieder geval het eerste hoofdstuk van mijn boek, want daar staan al die stappen ook nog heel mooi uitgeschreven. Ik zal inderdaad zorgen dat er een PowerPoint-presentatie naar jullie toegestuurd wordt. De opname van het webinar krijgen jullie toegestuurd. En om ja, ook je een hart onder de riem te steken, ik heb gisteren een hele mooie yoga nidra meditatie opgenomen om je immuunsysteem te versterken, je af te stemmen op je levenskracht en je angst te verminderen. En die link stuur ik jullie ook nog mee. Dus dat is wat jullie allemaal nog van mij krijgen. En dan is er nog ruimte voor vragen. Dus zijn er op dit moment nog vragen over een van deze stappen? Dus ik wacht even en als er, ik zal de vragen nog even beantwoorden. Heb je geen vragen, dan kan je het webinar verlaten. Ik zie dat er ook al een aantal mensen dat hebben gedaan. Dus is het voor jou goed, dan wil ik je heel hartelijk bedanken. Ook namens Carlo Enzing dat je aan dit webinar hebt deelgenomen. En ik blijf nog even om vragen te beantwoorden. En je mag ook nog altijd via Carlo of via mij vragen stellen als die nog opkomen. Ik wens jullie een hele fijne dag, een hele fijne week. Denk positief, voel positief en ga bezig met het creëren van jouw droombaan. Nou, ik zie een heleboel dankjewels voorbij komen. Leuk, ja, leuk om te horen. Daar word ik dan weer blij van. Dank voor het inspirerende webinar. Ja, en René zegt ook hartelijk dank Carlo. Ja, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dankzij hem is dit mogelijk gemaakt. Ja, allemaal dankjewel. Ja, het was erg interessant. Leuk. Nou, dankjewel Carlo. Ja, dankjewel. Oh, Janita heeft een vraag. Waar kan ik nu het beste op inzoomen? Nu men mijn expertise wel als vrijwilliger wil, maar nog niet betaald. Mm.
Ik zou er een termijn aan stellen, Joanita. Ik weet niet precies om welke organisatie het gaat. Of ze ook betaalde krachten hebben. Of dat het echt alleen een vrijwilligersorganisatie is. Als het alleen een vrijwilligersorganisatie is, nou, dan houdt het natuurlijk op. Ik denk dat je heel erg op je gevoel moet afgaan. Als jij iets hebt van, nou, ik wil dit graag als vrijwilliger doen. Om mijn kennis te delen en beschikbaar te stellen aan andere mensen. En ik heb daar een goed gevoel bij. Dan is het niet erg om dat te doen. Maar als je iets hebt van, de balans tussen geven en nemen is niet meer goed. Want daar gaat het om. Hoe is de balans tussen geven en nemen? Als jij nu te veel geeft en de organisatie te veel neemt. Dan gaat dat op een gegeven moment niet meer goed. Dus je zou kunnen nadenken over een termijn. Dat je zegt van, nou, ik wil nog zo lang mijn kwaliteiten met jullie delen. Maar daarna heb ik zoveel ervaring. Dan vind ik dan dat er ook geld tegenover moet staan. En anders stop je ermee. Maar dat is dus ook, het gaat heel erg om de balans geven en nemen. En wat jij ook haalt aan energie uit het vrijwilligerswerk. Ja, want je kan natuurlijk heel goed vrijwilligerswerk doen, maar niet oneindig. Ja, als dat ten koste gaat bijvoorbeeld van een betaalde baan, nou, dan is het heel erg belangrijk om daar keuzes in te maken. Als jij een goed betaalde baan hebt en je doet vrijwilligerswerk, dan is het geen probleem. En voor deze workshop krijg ik ook niet betaald. En als ik in de toekomst vaker voor job om dit soort dingen ga organiseren, dan blijf ik dat ook vrijwillig doen. Dat is een hele bewuste keuze om ook op die manier laagdrempelig mensen kennis te kunnen delen. En dat mensen kunnen profiteren van mijn kennis. Dus dat voelt voor mij de balans tussen geven en nemen is dan goed. Maar gaat het voor jou ten koste van een betaalde baan? Ja, dan moet je echt even afwegen. Dus dat is het enige antwoord wat ik je eigenlijk kan geven. Nog verder weer heel veel dankjewels. Leuk. Ja, daar word ik dan weer blij van. Even kijken. Ook allemaal dankjewels. Oh, dat vind ik leuk, Thea. Lang geleden dat ik een echt zinvol webinar heb gevolgd. Ja, ik snap wat je zegt. Dat vind ik wel heel belangrijk om ook iets zinvols te verspreiden. Allemaal dankjewels. Ja, Sabine, klopt. Hè? Het blijkt dat ook hier ineens een groep mensen samenkomt met gelijke aantrekkingskracht in deze manier van denken en doen. Ja, helemaal mee eens, Sabine. Echt helemaal mee eens. Allemaal weer bedankjes voor mij en Carlo. Nou, hartstikke leuk. Er zijn volgens mij geen vragen meer. Het aantal deelnemers aan het webinar loopt terug. Jullie krijgen van mij allemaal nog de dingen die ik heb beloofd. En ik wens jullie een hele fijne dag, een hele fijne week. En onthoud, zet elke dag de grootst mogelijke stap op weg naar jouw droombaan. Graag tot de volgende keer.